We hebben een opfokbedrijf waarin wij paarden voor derden opfokken. Als ze hier weggaan, dan hebben ze pas de leeftijd bereikt om ermee aan de slag te gaan. Bij een heel mooie dressuurpaard, dan krijg ik het wel warm van binnen. De bouw van het dier, het karakter van het dier, hoe die beweegt, de stap, draf en de galop. Dat hij het achterbeen goed ondertreedt en het voorbeen omhoog komt. Als hij die kenmerken heeft als jong dier, dan kunnen ze later de zware dressuur beter aan. Een mooi hoofd is een niet te groot hoofd. Grote ogen erin. Die uit zichzelf al spreekt dat het een elegant dier is. Maar als een paard geen meewerkend karakter heeft, dan kan hij nog zo mooi zijn en nog zo goed lopen. Maar als wij er niet op kunnen rijden, dan is hij nog niet veel waard. Ik heb wel dieren waar ik denk van, ja, dat ik daar iets in zie. En ook al zegt de keurmeester daar bijvoorbeeld iets anders over, dan probeer ik dan toch dat dier de kans te geven om zich alsnog te bewijzen. Ja, dat is dit toch de liefhebberij voor dat dier. Kan ook gewoon koppigheid zijn natuurlijk. Als ik een dier heb met een geweldig karakter, maar daar moet meer beweging in, en dan zoek je naar een hengst waarin die beweging echt verankerd is. Zelf een topper proberen te fokken, dat is het mooiste wat er is. Soms heb je twee dieren van exact dezelfde combinatie, die eigenlijk helemaal verschillend zijn. Hoe kan dat nu? Het is altijd een gok.